President Desi Boutersen en zijn Guyanese ambtgenoot David Granger hebben gisteren overleg gevoerd in Nieuw-Nikeri. Belangrijke onderwerpen waren onder meer de constitutionele crisis en het verbeteren van de samenwerking, met name op landbouwgebied. Het overleg had plaats in de conferentiezaal van Staatsolie in Nieuw-Nikeri. Ook is gesproken over regionale onderwerpen. President Boutersen werd bij het overleg ondersteund door de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie, respectievelijk Nirmala Badrissing en Jennifer van Dijk Silos. Volgens president Boutersen moet het overleg gezien worden als het versterken van de samenwerking tussen de buurlanden die in het verleden heel hecht was. Vanwege de nationale agenda, met name die van president Boutersen, was er weinig tijd om politiek overleg te voeren buiten Suriname. Met het overleg in Nikeri moet de relatie tussen kabinet Boutersen 2 en kabinet Granger weer op spoor worden gebracht, zegt president Boutersen. We hebben natuurlijk gesproken over, dus de basis is hernieuwen van de en versterken van de relatie. En er zijn mogelijkheden. We hebben in het verleden op landbouwgebied, we hebben op het gebied van educatie, we hebben er zijn ander potentieel welke we hebben als land. En natuurlijk samen bekeken in de kwestie van CARICOM, zoals u weet is maandag aanstaande. Is er ook een CARICOM-meeting in Guyana. Wij hebben geïnformeerd onze interne situatie met betrekking tot de uitspraak van 9 juni jongstleden. Hebben wij het beleefd gevonden om te informeren onze buren, zodat zij in elk geval een beeld krijgen van wat er zich heeft afgespeeld en dat ze niet alleen maar afhankelijk zijn van de media. Volgens president Granger had hij met zijn Surinaamse ambtgenoot bij dienst inauguratie afgesproken spoedig weer overleg te zullen voeren. Vanwege de huidige economische en constitutionele situatie in Suriname was het opportun om het overleg nu te voeren, zegt Granger. Het overleg was ook om de vriendschapsbanden te vernieuwen, als ook het proces van integratie verder uit te bouwen. Volgens het Guyanese staatshoofd kunnen de beide landen uitgroeien tot een machtig economisch blok binnen de CARICOM. Let me make it clear. Guyana en Suriname are the hinterland of the Caribbean. We are the biggest countries geographically in the entire Caribbean. When you combine our populations and when you combine our natural resources, we are a powerful economic element in the Caribbean community. And it is natural for us, the only two Caribbean CARICOM countries which share a border, it is natural for us to come together to improve the quality of our relationship and contribute to moving this great economic union further along. There's much work to be done in the Caribbean single market and economy, and the decisions that we've taken, even in the short meeting, I'm sure will contribute to strengthening not only our countries, not only the Caribbean community, but also our participation in the continental UNASUR. De Guyanese president David Granger. Hij heeft gisteren een overleg gevoerd met president Desi Boutersen in Nikeri. Granger is inmiddels teruggevlogen naar Georgetown.